Hi, welkom bij deze video. Vandaag ga ik je vertellen hoe een consultafspraak bij de kaakchirurg uitziet. Ik denk dat dit nog wel een beetje kan verschillen per kaakchirurg, maar in de grote lijnen denk ik dat het best wel op elkaar lijkt. Mocht dit nou de eerste video zijn die je van mij ziet, dan wil ik je van harte welkom wensen op mijn kanaal. Ik vind het echt super leuk dat je deze video kijkt en mocht je het zelf nou ook een leuke video vinden, dan zou ik het heel erg waarderen als je wilt abonneren op mijn kanaal. Ik upload elke woensdag en zaterdag een video, waaronder regelmatig ook video's over mijn beugel en de ervaringen die ik door mijn beugel heb. Hey, Sam met de toekomst hier. Ik bedenk me net dat ik jullie nog helemaal niet op de hoogte heb gesteld van de verandering in mijn uploadschema. Want in plaats van elke woensdag en zondag ga ik vanaf nu elke woensdag en zaterdag uploaden. En dat is eigenlijk wel het enige verschil, dus laten we nu doorgaan met de video. Ik heb onlangs een video gemaakt over de operatie die ik bij de kaakchirurg heb gehad. En een video over de afspraak bij de orthodontist die hierna volgde. Mocht je deze video's nou eerst willen zien, dan kan dat nu eventjes via de links in het i'tje. En mocht je deze hele situatie nou liever chronologisch willen kijken, dan heb je op dit moment de juiste video aanstaan. Je hebt namelijk eerst de consultafspraak, daarna vindt de operatie plaats en tenslotte de afspraak bij de orthodontist. Toen ik een paar maanden geleden mijn controleafspraak had bij de orthodontist, werd mij verteld dat mijn gebit klaar was voor de operatie. En dit houdt in dat mijn tanden voldoende waren verschoven, waardoor er ruimte was voor mijn geïmpacteerde hoektand. Toen ik die middag thuis kwam, heb ik direct contact opgenomen met de kaakchirurg om mijn operatie in te plannen. En de secretaresse met wie ik toen in gesprek was, vertelde mij dat er voor de operatie altijd nog een andere afspraak plaatsvindt, waarin wordt besproken wat er allemaal moet gebeuren tijdens de operatie. En dit is de consultafspraak. Dan maken we er eventjes een sprong in de tijd, want hoe ziet zo'n consult er nou eigenlijk uit? Ik denk dat dit echt ontzettend persoonlijk is en onder andere afhoudt van wat voor operatie je gaat hebben en ook welke gegevens er allemaal al van jou bekend zijn. Zo kreeg ik de dag waarop ik de afspraak heb gemaakt een bevestigingsmailtje waar stond waar ik moest zijn, hoe laat ik er moest zijn, maar ook wat ik allemaal mee moest nemen. En een van de dingetjes die ik mee moest nemen tijdens mijn consultafspraak was een medische vragenlijst. En deze vragenlijst was in de bijlage van de mail verzonden. En er stond ook bij dat als ik medicijnen gebruikte, dat ik hier dan een overzicht van moest meenemen naar de consultafspraak. Wat ik verder mee moest nemen was een verwijsbrief van de orthodontist, een actuele röntgenfoto, mijn legitimatiebewijs en mijn verzekeringspasje van de zorgverzekering. Dan waren de röntgenfoto en de verwijsbrief vanuit de orthodontist al naar de kaakchirurg verzonden. Dus daar had ik gelukkig niks mee te maken. Ik hoefde alleen twee pasjes mee te nemen en dus de vragenlijst en eventueel het medicatieoverzicht. Toen ik binnenkwam bij de kaakchirurg moest ik de vragenlijst inleveren bij de balie. Ik dacht dat ik hier ook mijn legitimatiebewijs en het pasje van de zorgverzekering moest inleveren, zodat ze mijn dossier volledig kon maken, maar dat was blijkbaar al gedaan. Ik moest mezelf wel nog eventjes legitimeren door middel van mijn legitimatiebewijs. Maar daardoor kon ik eigenlijk direct plaatsnemen in de wachtkamer. Hier heb ik eventjes zitten wachten en toen ik eenmaal aan de beurt was, werd ik meegenomen naar een andere kamer. Waarbij werd gevraagd om plaats te nemen op een stoel die heel erg vergelijkbaar is met een stoel bij de orthodontist of bij de tandarts. En er werd gekeken en vooral ook gevoeld om mijn tandvlees op welke plaats de geïmpacteerde hoektand zat. Dit was bij mij niet helemaal duidelijk. Ze hadden wel vermoeden waar de hoektand zat, namelijk niet hier, maar hier. Aan de andere kant. Maar dat wisten ze niet helemaal zeker, dus hebben ze toen een röntgenfoto gemaakt. Er stond wel al een röntgenfoto van mij in het systeem, namelijk die ze van de orthodontist hadden gekregen. Maar deze foto was kort gemaakt voordat ik mijn beugel kreeg, wat al een paar maanden geleden was. En deze was helaas te oud om te gebruiken. Nadat de röntgenfoto was gemaakt, was het voor de kaakchirurg helemaal duidelijk wat de operatie in zou houden en wat er allemaal moest gebeuren. Dus dat heeft hij me toen allemaal aan mij uitgelegd. Hoe zou het allemaal verlopen? Wat zijn de verschillende stappen die ik ook in mijn operatievideo aan jullie heb verteld? En hij heeft me ook verteld wat ik ervan kon verwachten, bijvoorbeeld de dagen erna. Hoe dat zou gaan, hoe ik me waarschijnlijk zou voelen, of er veel pijn zou zijn. Wat ik wel en niet kon doen, werd allemaal verteld. En daarnaast kreeg ik ook een recept wat ik kon brengen naar de apotheek voor pijnstillers en voor mondspoeling die ik na de operatie moest gebruiken. Ik heb het hier in mijn video over de operatie eigenlijk helemaal niet over gehad. Maar zowel de pijnstillers als de mondspoeling vielen me echt ontzettend mee. Ik vond helemaal geen vervelende smaak en ook de inname was hartstikke prima. Als pijnstiller kreeg ik gewoon ibuprofen, wat poeder was, wat je moest mengen met wat water. Dus ik kon het gewoon drinken, er was geen vervelend super groot pilletje of zo wat ik moest nemen. En de mondspoeling was eigenlijk als elke mondspoeling die ik ook maar ooit gehad heb. Hij smaakte super lekker, muntig. Ik voelde me echt direct helemaal frisse fruitig nadat ik deze mondspoeling had gebruikt. De pijnstiller mocht ik zelf kiezen of ik die wilde gebruiken of niet en hoe lang ik dit wilde doen. En de mondspoeling moest ik geloof ik 5 dagen na de operatie gebruiken en dat was
zodat de wond in mijn mond niet zou gaan ontsteken. Nadat ik het recept had ontvangen, was voor mij de mogelijkheid om nog wat vragen te stellen. En ik kon op dat moment eigenlijk niet echt heel veel dingen bedenken. Dus heb ik aan de kaakzorg gevraagd of ik die vragen ook nog voor de operatie kon stellen. En dat was helemaal prima. Dus dit gaf mij de mogelijkheid om er thuis in alle rust nog even over na te denken. En indien ik nog vragen had, kon ik deze opschrijven en de dag van de operatie dus nog even stellen. En dat vond ik ontzettend fijn, omdat ik op deze manier gewoon zo rustig mogelijk en voorbereid mogelijk de operatie inging. Dus dat is iets wat ik je ook zeker aanraad om te doen. Bij mij was de operatie een week na het consult ingepland. En uiteindelijk is het niet zo gegaan omdat er vanwege persoonlijke omstandigheden mee geschoven moest worden. Maar ik denk wel dat ze er altijd rekening mee proberen te houden om de operatie zo kort mogelijk na het consult in te plannen. Dit vind ik wel heel fijn, want anders zou je denk ik echt veel te druk maken en super lang zenuwachtig zijn voor de operatie. Dus ik denk wel eigenlijk dat ze er rekening mee houden om de operatie kort na het consult in te plannen. Dan was dit weer alles wat ik te vertellen heb over de consultafspraak. Ik hoop dat het nu helemaal duidelijk is. En mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je die altijd even achterlaten in de reacties. Als je de video tot hier bekeken hebt, zou ik het echt super leuk vinden als je dit wil laten weten door deze video een duimpje omhoog te geven. En mocht je nou meer van dit soort content willen zien, maar dan niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dan raad ik je aan om dat nu nog even te doen. Naast dat je dan geen video meer van mij zult missen, help je mij er ook heel erg mee. Heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik je woensdag weer bij een nieuwe video. Bye bye!